Ik werk heel graag op natuurproducten. En in dit geval hebben we een hele lange stuk drijfhout gevonden, wat zeker al wel 3-4 jaar hier in de tuin staat, maar waar ik geen idee van had, totdat Rien hem oppakte en hem overdwars hield. En toen dacht ik, wauw, nou weet ik ook wat ik wil. Ik heb een hele mooie foto gemaakt naar Bonaire, ging het terug naar Bonaire van de zee, met al die prachtige kleuren die in de zee te zien zijn. En die ben ik nou, probeer ik nu op dit lange stuk drijfhout die kleuren weer te geven. En ja, dan heb ik achter mij mijn hele verzameling. Ik zeg altijd een snoepwinkel waar ik uit kan kiezen. En ga 100 keer, verleg ik het. En dan denk ik, ja, zo is het mooi. En dan bouw je het langzaam op. Want ik hou ervan dat het glad is, dat het niet allerlei niveaus heeft. Ik ben wat dat betreft heel secuur. En dat zie je ook bij de slang die op blauwbaard staat. Bluebay zeggen ze nu. Die heb ik ook op deze manier zo samengesteld. Maar dat is ook echt helemaal uit mijn gedachten gegroeid. En de kop die heb ik opgebouwd uit een soort peco. Een peco, een beetje een soort lijmachtig cement. Zodat die kop bij de Bluebay echt naar voren komt.